poppetjes van me. Hier is jullie tante Ivy weer. Wel, jullie tante Ivy houdt niet van sport hoor. Zet mij maar lekker in het zonnetje. Geniet het van een heerlijk drankje. Maar ik weet wel hoe je moet gedragen tijdens het sporten. Want ook dat is sportief gedrag. Zo moet je de autoriteit van de scheidsrechter respecteren. Weten jullie wat dat is? Autoriteit. De baas. Iemand die straf kan geven. Iemand die belangrijk is. Ja, poppetjes, heel goed. Autoriteit betekent dat iemand iets te zeggen heeft over andere personen. Zoals bijvoorbeeld de scheidsrechter. Ja, want die heeft altijd gelijk op het veld. De scheidsrechter mag ingrijpen, dat doet hij door bijvoorbeeld een rode kaart te geven bij een overtreding. Maar wat is een overtreding? Na een goal je shirt uittrekken. Als de scheidsrechter je rode kaart geeft, moet je geen discussie maken. De scheidsrechter slaan, schoppen of uitschelden. Nou, poppetjes van me, jullie hebben alle drie gelijk. Want een overtreding is dat je je niet aan de spelregels houdt. Dit was het weer. Tot de volgende keer. En ik ga genieten van het weer. Dag!